Het dramatisch gebeuren van de vader en achtjarige dochter, die heeft Suriname letterlijk wakker geschud. We zien heel veel reacties op social media en de hamvraag is: hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen? Hoe heeft het allemaal kunnen plaatsvinden? We spraken hierover met parlementariër Patricia Etnel van de NPS, die aangeeft dat zij dat het nu hoog tijd is dat wij komen met projecten voor onze zonen en dochters, alvorens het ook weer laat wordt. U hoort NPS-parlementariër Patricia Etnel in gesprek met TBN Prime Alert. Los van parlementariër, bent u ook zelf moeder van kinderen? Mogen een reactie van u op dit gebeuren? Het is triest en het maakt je stil wanneer je het alles moet horen. En wanneer je eigenlijk ziet van, hey, weet je, het is zo'n lief meisje. En ja, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. En ten meer nog voor die moeder die nu alleen is. En dan denk je van, ik ben ook moeder, maar ik ben ook moeder van 3 zonen. En dan kijk je naar je zonen en je zegt van, hé, we moeten onze zonen sterker maken. En ten meer wanneer je terugdenkt aan de afgelopen jaren, waarbij er veel meer van deze kiezers zijn geweest, waarbij je hoort man vermoord die vrouw omdat die vrouw niet meer wil, of die man vermoord vrouw en kinderen omdat er een liefdesprobleem is, er is relatieproblemen. Dus een heleboel vragen komen bij je op van, hé, er moet iets gebeuren. Hoe kan het zo ver komen? Hoe kan het in die man opkomen om zijn kind te vermoorden? Het is gewoon verschrikkelijk. Maar het brengt ons naar een belangrijk punt. Dat dit probleem, het is een maatschappelijk probleem en het vraagt voor een oplossing. En van hieruit condoleer ik ook de familie, toch de moeder, want het is tof. Je kan je niet bedenken dat zoiets een moeder moet overkomen. Maar kracht die, weet je, dat is alleen wat je bidt, kracht zodat die moeder dit alles kan verwerken. Maar dat die maatschappij ook gaat vragen voor een goede oplossing met betrekking tot onze zonen. Er moet meer gebeuren. Die begeleiding, die sturing, die coaching. Toch dat we echt gaan investeren in onze zonen. En niet vanuit moeten gaan dat ze vanzelfsprekend sterk worden. Want vaak genoeg horen we in die Surinaamse samenleving, die Surinaamse maatschappij is, die takkie is, de boy voetrang akba. Toch? Die jongens zijn macho, ze zijn sterk, ze weten het te handelen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat dat niet zo is. Dus het is nu meer dan tijd dat wij gericht gaan werken aan het sterk maken van onze jongens. Aan het vormen van onze jongens. Weten hoe ze om moeten gaan met hun gevoelens en hun emoties. En daarom heb ik het idee geopperd om een project te schrijven. Zodat we dit jaar uitroepen tot het jaar van onze zonen. Met als code meer aandacht en liefde. Ik heb het reeds besproken met de voorzitter van het parlement, de heer B. En hij is er helemaal warm voor. Komende week ga ik het voorstel mailen. En dan moet er van daaruit meer beweging komen vanuit die samenleving. En ik heb zelfs al een voorstel voor september om te komen met een project voor 3 dagen waarbij ouders hun kinderen kunnen opgeven tussen 12 en 18 jaar, waarvan ze vinden van, hey, mijn kind heeft toch wel extra begeleiding nodig, extra coaching. Omdat we vaak denken dat alleen die ouders de kinderen moeten vormen. Maar het kind wordt gevormd vanuit 3 milieus, eerste, tweede en derde milieu. En vaak genoeg zijn er zaken vanuit het eerste milieu dat het kind niet echt optimaal krijgt. Dan moet het vanuit de school, daarna vanuit de organisaties. En het parlement is vanuit het derde milieu een belangrijke middel om ook te gaan kijken van, oké, hoe kunnen wij een bijdrage leveren.
om dat stukje vorming, dat stukje begeleiding te geven aan de kids. En dan wil ik in september dat er een project komt. En dan als de ouders, we willen het, ik wil het graag dat 30 kinderen alvast meedoen aan het eerste trainingssessie. En dan 3 dagen. En dan wanneer de ouders aangeven van mijn kind, mijn zoon, of ik wil het ook dat de meisjes het ook krijgen. Maar apart natuurlijk, meisjes apart, jongens apart. Van mijn kind heeft die extra aandacht nodig. Ik mis die touch met mijn kinderen of met mijn kind. Het gaat niet goed. En dan kunnen wij met zo'n sessie van 3 dagen echt met de kinderen gericht bezig zijn. Waarbij we dan wel pedagogen, dan wel sociologen, maatschappelijk werkers toch erbij halen om de kinderen in een bepaalde sessie die vorming te geven. Maar echt met ze bezig te zijn en zo'n bijdrage te leveren dat onze kinderen sterke mannen en sterke vrouwen worden. Want we moeten niet alleen maar investeren in de zonen, we willen dat extra doen, maar we moeten ook investeren in onze dochters. Dat we ook sterke vrouwen krijgen. Dus dat is het idee wat ik heb. En samen met anderen moeten we dat een mooi project maken. Zodat we echt gaan investeren in onze kinderen. En laat me zeggen, meer in onze zonen. We moeten heel veel aandacht aan onze zonen geven. En we moeten er niet als, we moeten het niet minder zien en denken van, ach, het komt goed. Nee, we moeten gaan investeren. Wat deze zaak ook een beetje maakt dat men ook het een beetje anders bekijkt en vraagtekens plaatst, mevrouw Etnel, is het feit dat de heer Manhoef ook behoorde tot de gewapende machten. En we zien, we kennen, we zijn allemaal in die maatschappij. En dit is vaker gebeurd, dat men grijpt naar een middel of grijpt naar een wapen. Wat zal daar moeten gebeuren? Dus de afgelopen jaren, 2-3 jaren, hebben we gezien dat wanneer die vrouw wordt vermoord en dan kijk je wie is die man, dan zie je dat die man behoort tot een der machten, hè? Een der gewapende machten, of hij is militair of hij is agent. En het is iets dat wel vraagt voor meer aandacht. Het is een aspect of een onderwerp dat vraagt voor meer aandacht. Waarbij we toch wel na moeten gaan van hoe is die personeelszorg? Hoe is die begeleiding binnen onze defensie, binnen onze politieapparaat? Wat gebeurt er wanneer we zien, of tenminste wanneer er wordt geconstateerd dat die man niet weet om te gaan met zijn emoties en zijn gevoelens? Hoe wordt zo iemand begeleid? En ik wil toch bij de begrotingsbehandeling van 2021 vragen aan de ministers of ze daarop in kunnen gaan. Wat is er? Wat gebeurt er? Wat is die begeleiding die er wordt gegeven aan deze mannen? Want het is wel belangrijk voor die maatschappij. Want wanneer we gaan naar een oplossing, dan moeten we het breed aanpakken. Dan moeten we niet alleen maar kijken naar jongens, dat we ze maken tot sterke mannen. Maar we moeten ook kijken naar die mannen die nu man zijn en nu ook zitten met de emoties, hoe wij ze kunnen begeleiden. En het is heel belangrijk dat we dat doen, omdat we zien dat er een drempel is naar PCS. Veelal wanneer mensen beginnen te horen dat ze naar PCS moeten gaan, dan denken ze van, mina wa loomang, of mina de bij, mi edesi nero kobong. Dat is het niet. Toch, er zijn een heleboel mensen in Suriname, in onze samenleving, die geestelijk met problemen zitten. En ze hebben die begeleiding nodig. En ik zeg, PCS is niet voor gekke mensen. PCS is voor mensen die geestelijk zitten met vraagstukken waarbij ze die begeleiding nodig hebben. En ik zeg, ga wanneer je merkt dat het heel vroeg begint. Wacht niet tot wanneer het te laat is. Want wanneer je geestelijk helemaal die begeleiding niet meer kan krijgen, dan zie je dat andere dingen de overhand nemen. En dan merk je wat het eindresultaat is. Weet je, die man pakt zijn wapen en schiet dan de vrouw, nou, die vrouw neer. Schiet dan of die kinderen ook neer. Of
pleegt dan ook zelfmoord. En dat soort dingen hebben we niet nodig. Dus er moet gekeken worden naar het aspect van PCS. En ik ben van mening dat we daarover heel serieus moeten praten. Er moet een maatschappelijke discussie komen van hoe kunnen we PCS dichter bij die samenleving brengen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de samenleving weet van hier, wanneer ik zit met geestelijke vraagstukken, wanneer ik zit met geestelijke stress en drukking, dat ik naar PCS kan gaan voor die ondersteuning. En dat niemand me moet zien als een lowman of dat me de senior ook boom. Ik moet geholpen worden. Ik moet die begeleiding krijgen. En iets wat je ook hoort, wat mensen ook zeggen van, weet je wat, tenminste ook toe naar personeelszorg, dan worden mijn problemen ook op straat gezet. Dus dat soort dingen moeten we ook gaan voorkomen, dat wanneer mensen komen bij personeelszorg met hun problemen, dingen moeten daar blijven. Niets moet naar buiten gebracht worden. Niets moet anders besproken worden op de werkvloer, dat anderen weten van, ah, die komt daar een probleem. Dingen moeten binnen kamers blijven, tussen de persoon en degene met wie hij gesproken heeft. Dus geheimhouding, dat soort dingen moeten ook aangeleerd worden. En echt, weet je, van hé, ik moet me eraan houden. Dus er is nog veel dat gecorrigeerd moet worden, verbeterd moet worden. Maar we moeten beginnen. We moeten niet denken van het lost zichzelf op, het lost zichzelf niet op. Want we merken dat het alsmaar erger wordt. En ergens moet er een stop komen en we moeten er nu aan werken. En iedereen die daar een bijdrage kan leveren, moet dat doen. En als het niet goed gaat in een relatie, mevrouw Etnel? Kijk, liefde is iets moois, maar ook iets heel erg complex, weet je. Kijk, soms, ik kan lopen aan sma, en dan denk je van, je loopt even te doen. Maar dat is het niet. Ik zeg altijd, jaloezie is een gevaarlijk ding. En dat maakt dat soms bepaalde dingen uit de hand kunnen lopen. Maar net als wat ik zeg, daarvoor heb je de mensen die gestudeerd hebben, die daar kunnen helpen. Dan heb je de maatschappelijk werkers, je hebt de psychologen, je hebt de psychiater die kan helpen. Toch? En ik kan vanuit mijn ervaring praten, maar ik kan niet zeggen, want ik ben bestuurskundige. Dus wanneer we het over liefdesproblemen hebben, dan moeten we gaan naar de mensen die kunnen helpen. Ga niet naar een buurvrouw om je probleem te bespreken, want een buurvrouw kan dit nog studeren. Dat buurvrouw tegen want ze zijn nog boem. Ga niet naar matties, want sommige mannen willen ook soms niet gaan voor begeleiden. Dan gaat dat toren naar een mattie. Dan gaat dat toren naar een mattie, want dan mattie nog abak. Kennis voor je. Ga naar de instanties die je kunnen helpen. En laten we de instanties die dat doen dichterbij brengen. Zodat ze weten van, ik draap en ik heb geen probleem. En vaak genoeg, weet je, if a vrouw no one more, no go forceer. No go jugu, no go tak ya a vrouw moet staan aan jou. Nee, mannen moeten ook leren van, ik moet met mijn emoties weten om te gaan, ik moet loslaten. Toch? Er zijn zoveel huizen, zoveel kerken, zo men zeggen. Dus er is niet maar één vrouw van, oké, dat if a no one more dan bibi. Nee, laat los en ga verder. En het is heel makkelijk gezegd. Dan gedaan. Want vaak genoeg praten we erover. Maar wanneer je kijkt naar die realiteit, dan kunnen ze niet loslaten. Weet je? Dan moet je gaan voor die begeleiding. En daarom moeten de instanties dichterbij komen. Zodat de mannen weten of de partners weten, beide weten waar ze moeten gaan. En BUFAS moet ook versterkt worden. Want we zien ook dat vaak genoeg dingen bij BUFAS komen. Maar de tools heeft BUFAS niet om daadwerkelijk en richtig te begeleiden. Dus dat zijn dingen die we echt wel moeten gaan veranderen, verbeteren. Zodat die begeleiding er is. Zodat beide partners, beide weten, ouders weten hoe ze met zaken om moeten gaan. Hoe ze die kinderen moeten beschermen. En als je weet van, ik heb die extra hulp nodig, dat je je afzondert, zowel van die man, zowel van die vrouw als van die kinderen, zodat zaken beter gaan. Dus dat zijn dingen die we moeten gaan doen. En ik denk dat als we goed en investeren en we een goed plan ontwikkelen, dat we echt gericht kunnen werken aan een goede oplossing. En dat we meer sterke gezinnen zullen krijgen. Want per slot van rekening, wanneer we onze kinderen opvoeden, voeden we ze op om een
goede vader, een goede moeder te zijn voor de kinderen. En dat zijn dingen die we niet moeten vergeten. En een goede partner voor elkaar. Toch daar waar ze zeggen van, hey, ik wil een man, ik wil een vrouw. Dat er begrip is, een goede verstandhouding. Dus daarvoor voeden we onze kinderen op. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel. Maar laten we beginnen. En laten we niet zeggen, ik zeg het nogmaals, dat het lost zichzelf op. Het lost zichzelf niet op. We zien wat er nu gebeurt. Dus we moeten gericht gaan werken aan de oplossingen.